is net even 11:30 en we hebben weer 3 gasten. Ja, dat houdt niet op. Hè. En dat heeft ook weer met het 40 jaar bestaan te maken. De Roomsche Comedie hebben we gehad. Nu is het 40 jaar bestaan de wijkgroep De Akkers. En Peter Kiewiet, Wendy Romein en Barbara van der Meer. Die zijn er weder. Nou, Barbara van der Meer, daar ga ik mee beginnen. Dat is eigenlijk de woordvoers, hè? Moet ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Ja. Oké. Okay. Gisteren hebben jullie een fantastisch feestje gehad, neem ik aan? Ja, helemaal. In De Akkers? Ja, geweldig feest. Wat is er allemaal gebeurd gisteren? Allereerst is er een opkomst geweest die overweldigend was. En we hebben een opening zelf gehouden. En we hebben optredens gehad van de Chantje Koor. En we hebben een entertainment gehad. En, demootjes gegeven van dansen met kinderen. Heel erg leuk. Ja, er waren eigenlijk allerlei activiteiten waar men aan mee kon doen of kon gaan. En het was hartstikke mooi weer. Hè? Ook het nog was een keer. Schitterend mooi weer. Daar heb je ook nog mee. Ja. 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 40 jaar bestand. Zit je er al zo lang bij? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nou ja, dat zou kunnen. Het had gekund, ja, maar dat is niet zo. Ik zit er zelf nu ongeveer zo'n 8 jaar. Oké. En Wendy zit eigenlijk nog langer. Oh, we gaan gelijk naar Wendy toe. Ja. Hallo Wendy. Hallo. Hallo. Zit jij er veel langer bij of niet? Zij zit, Barbara zit er 8 jaar bij, jij? Ik heb haar uitgerekend, ik zit er 9 jaar bij. Oh. Deze keer. En ik heb voorheen ook nog 10 jaar bij de wijkgroep gezeten. Dus dat is heel lang, in principe een soort 19 jaar. Ja. Met tussenposters. Ja, ja, ja. Maar wijkgroep De Akkers. Dat is ooit eens opgericht, weet je, door wie nog? Ja. Door wie? Joop, hoe heet die? Joop van Hees. Joop van Hees en ja. Miep Versteeg. Oké, die zijn ermee begonnen. Die zijn onder de stichting zoals die nu is, zijn hun begonnen. Oké. Hey Barbara, wat kunnen de mensen, wat zit er allemaal in die wijkgroep? Heel veel activiteiten. Ja. Laagdrempelig vooral. Dus een hoop mensen, het kost niet veel moeite om bij ons binnen te komen. Krijgen altijd een warm welkom. En wij proberen ze altijd aan te moedigen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. En dat doe je ook voor verschillende redenen. Zeker tegen eenzaamheid. Omdat het dus best wel een hoop eenzaamheid heerst onder de mensen. Mm-hmm. Maar we hebben ook heel veel activiteiten wat is gebaseerd op beweging. Zoals dansen. Doe je ook mee dan met dansen? Ik geef danslessen. Oh, jij geeft zelf danslessen? Ja. Zo? Ja. Ben jij iets begonnen als klein kindje zo? Ik ben begonnen daar inderdaad. Ik ben begonnen met een zangkoor. Oh, met een zangkoor? Die heb ik ook nog. En tijdens een zangkoor moesten ze zich ook bewegen, of niet? Daar kan je ook mee bewegen, maar dansen is line dance. Ja. En dat geef ik nog steeds, 2 keer in de week line dance. Ja. En er zijn eigenlijk zoveel activiteiten. En daarnaast geven wij ook gezellige avondjes. We hebben seniorendag. Dat is dus puur voor de senioren onder ons. Ja. Ik ga even naar Peter Kiewi, die staat er wel achter, maar die mag ook best wel zeggen. Peter, hallo. Klopt het een beetje wat ze zeggen? Nou ja, we hebben 28 activiteiten dus. Hoeveel? 28. 28 activiteiten? Ja. En daar zit tafeltennis, biljart, naaigroep, kleigroep, knutselgroep. Eigenlijk alles wat jij om me heen kan denken. Winkel. Wat zeg je? De bingo. De bingo. Ja. Oh, de bingo. Dat is heel belangrijk, hè? Die doet ouderen. Wendy, die doet Wendy. Die kaartjes. Ja, dat hoort erbij. Hey Peter, wat vind jij een van de leukste activiteiten wat de wijkgroep organiseert? Mijn eigen clubje. Dat is de Crea-groep. Dat is de? De Crea-groep. En wat houdt het in? Daar mogen mensen alles wat met knutselen te maken hebben, mogen ze doen. Er zit geen vast patroon in. Als ze komen van we willen breien, kunnen ze breien. Als ze zeggen ik wil een poppenhuisje bouwen, kan dat ook. Eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen op het gebied van Crea. Zijn er ook mannen die breien? Nou, nee. Nee, dat zou kunnen. Ik bedoel, tegenwoordig kan alles, hè? Ja, dat is waar. Maar zo'n Crea-club is best wel leuk dan? Ja, dat is heel veelzijdig. Ja. En eigenlijk ook, ja, allerlei mensen van jong tot oud. Ja? Ja? Jongeren die komen ook? Jongeren voor ons is boven de 30, dat is voor ons. Oké, okay. Nou ja, dat is jongen ja. Voor ons. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Wendy, jij zit er al heel lang bij. Wat is jouw favoriete bezigheid? Breien? Nee. Nee. Ja, ik ben misschien dan heel cru, maar gewoon het kantoorwerk. Het kantoorwerk? Ja, vind ik het leukste. Ja, ja. Ja. Wat voor activiteiten hoeft voor jou niet zo?
Een beetje als bestuur zijn, dan moet je lekker dat kan het financiële plaatje. Ja, dan kan je gewoon een beetje afgezonderd gewoon. Je praat met iedereen hoor, want iedereen loopt naar binnen toe en wij lopen ook naar buiten toe. Maar ja, als je op kantoor zit, zie je altijd iedereen. Ja. En als je een groepje hebt, dan heb je altijd maar een bepaald aantal mensen wat je dan ziet. Dus dat vind ik dan, die dagen, die vind ik leuk. Ja. Ja. Barbara, jij zei iets, dat zijn we net opgestart. Wat was het ook alweer? Seniorendag. Dat is nog niet plaatsgevonden. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Nee, dat hebben wij tot twee keer gedaan. Oh, twee keer gedaan? Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, eerder andere wijkgroepen, daar wisten we het ervan, die hielden ook al seniorendagen. En wij hebben zeg maar als bestuur zijnde gedacht van nou, lijkt ons leuk om ook iets te organiseren. Toen zijn we daarmee begonnen en we hebben er nu twee achter de rug. En het is een geweldig iets. Het is puur een verzorgde dag voor de senioren. En dat is een dag van spelletjes, zingen, dansen, muziek. Wanneer ben je senior? Wanneer ben je senior? Ik denk zo'n beetje 55 en ouder. De mensen moeten zich aanmelden bij jullie? Ja, dat of niet? Wel. Ja. Dan kunnen we ze uitgenodigd van de senioren dan mee te beleven. Kan je die iets van vertellen? Wat houdt er precies in? Ze zeiden al iets van, maar... We beginnen 's morgens altijd met een kopje koffie met een gebakje. Ja. En dan worden de spelletjes gedaan. We doen een bingootje tussendoor. Dat is jouw ding, hè, geloof ik, hè? Bingo. Ja. dan krijgen ze lunch, dat maken we ook allemaal zelf. Ja, doe ik dat mezelf klaarmaken? Ja hoor. Kijk eens aan. En wat hadden we vorige keer? Meestal kippensoep met... ja, met broodjes met erbij. Broodjes, advocaatje met slagroom na afloop. Zo, ja. dat is echt senior hè? Ja. En dan hebben we ook nog muziek tussendoor. Duo Tijdloos. Duo Tijdloos? Tijdloos, ja. Ja. En die heeft dan ook een aantal... uurtjes om dan te spelen. Ja. En dan krijgen ze 's avonds of eind van de middag weer een bakje koffie. En dan is het... Dat is wel leuk, hè? Ja. Ja. En hoeveel senioren zijn inmiddels aangesloten? Dat gaat steeds sneller. En... Mensen worden steeds ouder ook, hè? Ja, maar de tamtam gaat nu rond. De tamtam, oké. Okay. Ja. Kijk. En dat is alleen in de Akkers. En dat was de eerste keer, zei iedereen, ja, het is leuk. En de tweede keer kwamen er al veel meer mensen... En nu vragen ze al wanneer is de volgende keer. Ja. Dus er is wel vraag naar. Leuk. Ja. En Piet vindt het ook? Ja. Ja? Zie een beetje, jij neemt ook de onze seniorendag, neem ik aan. Nou ja, ik help waar ik kan helpen. Je kan helpen, ben goed in koken? Of, nou nee, meer de technische gedeelte. Het technische gedeelte, noem eens wat. Ja, ik zorg dat er alles ruimte ligt. Oh, op die manier. Zulke zaken. Dat zij de microfoon kan gebruiken. Tafels klaarzetten. Ja. Ja. Oh, misschien kan je hier wel komen. Hij doet bij mij techniek, maar... Ik heb toevallig wel eens een vraag voor je gelegen gehad. Piet, maar dat is hartstikke leuk. Maar hebben jullie dan nog dames die goed kunnen koken? Dat je zegt, nee, dat doen we zelf. Dat doe je echt ik zelf? Ik sta meestal in de keuken. Ja? Ja. Jouw dingetje is kippensoep? Ik heb alles waar die kippensoep maakt. Ze maakt broodjes warm, we hebben ook een zomersoos. Ja. Broodjes warm vlees. Warm vlees. En wat hebben we nog meer? Kroketten en... Huzarensalades. Ja. Heerlijk. Hey, straks komt Sinterklaas weer aan. En de kerst doen jullie met Sinterklaas ook speciale dingen voor kinderen of zo? Ja. Ja? Ja, zeker. We hebben 3 peutergroepen per week. En op elke peutergroep staan een aantal dames die dat allemaal netjes in goede banen blijven leiden. En op de kinderen letten, noem maar op. Ja. Kinderen komen wel met begeleiding. Ja. Want wij zijn niet gediplomeerd wat dat betreft. En zowel met de kerst als met Sinterklaas geven wij een budget. En daar kunnen ze eigenlijk iets leuks mee doen met de kinderen. En er wordt altijd een cadeautje gekocht. En Sinterklaas ingehuurd. Ja. En een feestje gegeven. Ja, de kerst is natuurlijk niet anders, hè? Met de kerst doen ze meestal een kerstontbijt. Oké. Okay. Met alle kinderen komen ze in pyjama. Oh, wat leuk. Dat is ook zo leuk. Een kerstontbijt, ja. Ja. Komen ze allemaal in pyjama. Ja. Zelfs de kleuterleidsters. Zo.
komen allemaal in pyjama. Dan houden ze een kerstontbijt. Meestal hebben wij dan een clowntje, dan clowntje Kim. Ja. Of clowntje Kiekeboel. Het zijn alle twee hele leuke clowns. En ja, die maken het feestje compleet. Ja, ja. Dus, ja. Leuke activiteiten allemaal. Ja. En vooral in het najaar, de herfst begint er weer aan te komen. Ja. Dan is het alleen maar leuk dat je dat allemaal kan doen. En vooral voor kinderen. En voor senioren. Ja. Zeker. Dat is hartstikke leuk. Dat is ook eigenlijk onze doelgroep. Ja. En tussendoor doet Wendy vaak met assistentie van Peter workshops. En daar zie je eigenlijk mensen van alle leeftijden. Ja. Maar een workshop is dan een eenmalig iets en dat doet ze dan meestal 4 keer per jaar, geloof ik. Ja. Noemen ze een workshop, Wendy? Waar gaat het over? Of Piet? Nou, op dit moment komt de herfstworkshop eraan. Dan wordt er een stukje gemaakt met herfstspulletjes. Dat je het neer kan zetten. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat jullie het 50 jaar bestaan al mee vieren. Ik hoop het ook. Meemaken. Dat zou leuk zijn. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Nou, ik bedank jullie hartelijk voor naar de studio te komen. Ontzettend veel plezier met de senioren nog. Wat dan niet met de bingo, Wendy. Dat je lekker mag winnen. En Piet, jij op technisch gebied. Ja. Blijf lekker doorgaan met ze, hè. Doen we. Ja, hey, hartelijk bedankt en fijne zondag verder en misschien tot ziens. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Bedankt. Okay. Dankjewel.